hartelijk welkom bij de allereerste aflevering in het 35ste seizoen. Te land, te zee en in de lucht. Ja, ongelooflijk hè. Al 35 jaar bestaat dit programma. En dat kan natuurlijk alleen maar omdat we van die fantastische deelnemers hebben. En dat u iedere keer maar weer massaal kijkt. Enkhuizen viert feest, want de stad bestaat op de kop af 650 jaar. In 1356 kreeg deze havenplaats stadsrechten, maar in de Gouden Eeuw kwam Enkhuizen tot grote bloei. Vele monumentale panden zoals de Dromedaris, de stadsgevangenis, het Waaggebouw en het stadhuis stammen uit deze periode. In de voormalige pakhuizen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie bevindt zich tegenwoordig het Zuiderzeemuseum. En liefhebbers van schaalmodellen kunnen hun ogen uitkijken in het Flessenscheepjesmuseum. Ja, dit is het langstlopende amusementsprogramma op de Nederlandse televisie. Al 35 seizoenen lang te land, te zee en in de lucht. En daarom leek het ons leuk om dit seizoen een beetje terug te blikken. Een beetje in de geschiedenis te duiken. Nou, Enkhuizen is daarvoor een hele goede plaats. Want in de jaren 70 begon het hier allemaal met Vlieger eens uit. Een programma dat niet alleen vol zomers plezier en muziek zit, maar ook vol blazen en spannende momenten. Prachtig, vliegen eens uit. Je moet hier springen dan maar. Ik zie geen fruit. 1, 2, 3. Daar gaat hij. Oh, oeh. Er zitten 50, 70, 80. Oh, hier broer duwt aan zo. Kijk, dit is hard. Daar gaan we dan. Ja, leuk hè, om dat terug te zien. Vlieger eens uit. Maar dat gaan we vandaag niet doen. We gaan vandaag tobben dansen in Enkhuizen. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, de deelnemers gaan met hun zelfgemaakte voertuigen hier vanaf 5 meter hoogte zo snel mogelijk die gladde baan af. Ja, dan hebben ze nog een stukje water te overwinnen om bij de bel te komen. Want daar gaat het om hè, de bel luiden en dan de snelste tijd neerzetten. Ja, de meeste mensen proberen dat wel, maar dat lukt niet altijd. Maar heb je de snelste tijd, dan win je dit. De originaliteitsprijs is een Hubo-bon ter waarde van 500 euro. Het snelste team wint deze Lenco DVD-speler. En de pechprijs is een Fjällräven bagageset. Te land, te zee en in de lucht zonder jury, dat kan natuurlijk niet. En daarom hebben we dit jaar een hele vakkundige jury. Puk Hulstaart, al heel erg lang hè, bij het programma. 37e seizoen, Bert. Om eerlijk te zijn, ik ben ooit in Enkhuizen begonnen met Vlieger eens uit. Dat was daar aan de overkant. Ja, en dan zult u misschien denken, wie is dan Puk? Maar Puk is onze eigen huisarts, als ik het oneerbiedig moet zeggen. Het is heel oneerbiedig, want het is eigenlijk huischirurg, maar het zijn maar huisarts. Ja, maar de chirurgie, die hebben we bijna nooit nodig, gelukkig. Want dan wordt het een heel ander programma. En verder natuurlijk Johan Flemmings. Ja, wat is te land, te zee en in de lucht zonder Johan Flemmings, denk ik wel eens. Ja, voor het 30ste jaar. Het is niet te zien, hè? Aan jou wel een beetje, Johan. Dat dacht ik wel dat je dat zou zeggen, ja. Ja nee, ik heb nog filmpjes van je, dan zie je er toch een beetje anders uit. Ja, dat klopt. Met die grote snor, hè? Ja. Met die hele grote snor. Ja, nou, Puk en Johan, die kent u natuurlijk allemaal. Verder hebben we ook dit seizoen iedere aflevering een bekende Nederlander. En vandaag is dat Giel Beelen. Giel, hartstikke welkom. Ja? Ja, echt. Ben je fan van het programma? Nou, wel een beetje, ja. Ik weet dat ik als klein jongetje altijd wel met skelters in de weer was. Maar als ik die dan in de sloot reed, dan ging het toch echt niet goed. En dan keek ik naar de tv en dacht ik, het moet toch kunnen. Dus nee, ik kijk graag. Ja, en nou, vandaag wel leuk. Je weet het al, maar u weet het thuis nog niet. De bekende Nederlanders die hier het startschot gaan leveren, die gaan aan het einde van het programma samen met Johan Flemmings ook naar beneden. Oh, dat is zeker. Dat is zeker. Oh, okay. Dat was je nog niet meegedeeld. Ja, ik dacht misschien dat er nog wel gaat komen. En Johan had gezegd, wie weet. En ik dacht, nou, dat zal... Nee, maar zo word je hier binnen gepraat. Maar uiteindelijk als je hier dan staat, dan is het zeker dat het gaat gebeuren. Oké. Nou ja, een experimentje. Oké, en daar ben jij wel voor, toch? Ja, zo ken ik je. Nou, dan gaan we beginnen met het grote experiment. 35ste seizoen, te land, te zee en in de lucht.
Ja, en hier staan dan onze eerste deelnemers van vandaag uit Enkhuizen. Ja, inderdaad. 650 jaar bestaat het, hè? Ja, inderdaad. En zo lang ben ik er zelf nog niet, maar het is gewoon fantastisch. Het is fantastisch. Dit is de Koepoort. En op de Koepoort staat de Blonde Maagd. En vandaag ben jij dat. Dat ben ik. Het hele jaar. Ik ben eindelijk van die Koepoort af. Na 650 jaar wachten. Maar waarom even de... Ja, dat begrijp ik. Maar waarom de Koepoort, die begrijp ik. Maar waarom staat er een Blonde Maagd op? Dat is de stedenmaagd van Enkhuizen. Die heeft Amsterdam ook en Horen en alle grote steden. Met stadsrechten, net als wij. Ja. En vandaar. De vandaar. Beschermvrouwen van de stad. En dat ben jij. Nou, ik hoop dat je een goede invloed hebt vandaag. Giel, dit zijn ook de eerste deelnemers uit de omgeving hier. Daar hebben we ook altijd een extra prijs voor. Maar maken ze ook een kansje op de originaliteitsprijs? Ja, ik vind het er mooi uitzien. Sowieso lijkt het wel alsof het heel degelijk is en wel 650 jaar mee kan gaan. Mooie kleuren, leuk poppetje en een maag erop. Ik vind het wel top. Is wel in orde? Ja. Nou, oké, het is in orde. Bevonden door Giel. Ik vind het er ook mooi uitzien. Jullie zijn onze eerste deelnemers, dus tel ons niet teleur. Het ziet er mooi uit. Beetje tijd neerzetten en wij zijn tevreden. De EAB'tjes. Eerste alles beneden. En het eerste startschot van Giel. Ja, maag mag natuurlijk niet nat worden, dus jij blijft hier. Precies. Eerst alles beneden. Zijn jullie klaar? We denken. Uit Enkhuizen. Met een thuiswedstrijd gaan we eens kijken naar dat prachtige tobbedansen. En wat gaat die mooi statig te water. Zie je, dat hoort zo met zo'n stadsport, want dat staat, hè. Dat staat, dat heeft gewicht. Ja, en de maagd is dolblij. Waarom weet ik niet exact. Maar goed, het is geschiedenis, dus het gaat altijd een beetje anders. Ons excuus komt uit Etten-Leur. Onder leiding van Peter Luijks. Hey jongens, geen excuses meer, hè? Nee, excuses. Ons excuus klaar? Nee. Ze zijn nog enthousiast, gaan daar die groene zeephelling af. Weet je wat dat is? Groene zeep? Ja. Ja, dat glijdt lekker en dat staat niet al te lekker. Waarom ging dat mis? Wat is dat nou raar, hè? Gelijk door naar de volgende, dat zijn de mannen uit Oosterbeek. Jongens, succes, hè. Ze zullen het nodig hebben. De Sultan's klaar. Allemaal, Giel, hebben ze het nodig. De Sultan's en Oosterbeek glijden goed naar beneden. En nou moet er iets uitkomen. Nou moet er iets uitkomen, maar er komt helemaal niks. Hoe is mogelijk? En die hadden grote verhalen vanmorgen in het Rennerskwartier. Dat hebben we allemaal zus en zo gebouwd. Dan gaan we naar de dooiers. Henk, Jan en Bart, hij ligt al bijna uit elkaar. Niet op jullie dooie gemak, jullie moeten die bel halen. Gelukkig, jongen. Ja? Dooiers klaar? Henk, Jan en Bart en Bosco. Er zit ook echt een dooiers, moet je kijken. Die gaan heel het gemak zo van, wat gaat ons? Hij doet het! Hij doet het! Oh, wat jammer! Hij doet het! Vond ik toch zo verrassend. Even hadden we er niet veel vertrouwen in. Kijk eens even. Zit er helemaal op het gemak. En we denken, dat gaat fout. Nee hoor, niets aan de hand. Niets aan de hand. Jammer, jammer, jammer. Hij gleed lekker voor de eerste meters. De eerste home video van vandaag komt hier uit de buurt uit Enkhuizen van de Labzwanzen. Dat is een groep die werkt in het laboratorium. We hebben daar heel veel instrumenten om iets te bouwen waarvan je zou kunnen zeggen, dat moet razend rap over dat water. Dit vind ik altijd mooi, dat trainen. Wat ze in hun vrije tijd doen. Ja, er zit wel zijn vinger tussen de deur, maar wat een prachtig busje, jongens. Heel erg mooi. Oeh, dat ziet er goed uit. Drijft dat ook? Ja. En nou de baan op voor eigen publiek in Enkhuizen. De Labzwanzen. We gaan naar het vertrek. Nou, ik hoop dat het beter gaat dan in het filmpje wat we net zagen. Labzwanzen. Zie die gespannen gezicht, hè? Dat is de botox waarschijnlijk. Nee, precies. Oké. Labzwanzen klaar? Yes. Ja, dat is botox. Boot met dubbel O. Tweemaal Harry. Manuela Maresca, hij doet het! Oh, jongens! Oh, wat jammer! En wat deed hij het goed? Wat deed hij het goed? Maar wat gaat daar nou fout? Wat is dat jammer? Ze mist de bel. Ze mist de bel. Kijk, kijk. Hier gaat het goed. Kijk, naar beneden toe. Even oogjes dicht, oogjes open, want let op. Dat scheert over het water. Maar je moet omhoog komen, meisje. Je moet omhoog komen. En dat deed ze niet. Ze bleef zitten. En dat gaat niet goed, hè? Hé, wat jammer. Wat een prachtig beeld is dat. Ah, die komen beslist volgend jaar terug. En dan gaan we heel snel de bel luiden. Jongen, jongen, jongen. Even bijkomen. Gaan we naar Femke en Geetan. Die komen uit Den Haag met de Go-Go Nuts. Ik durf het bijna niet te vragen. Mag ik heel even? Ja, lekker. Go-Go Nuts klaar? Ja. Oh, dat ziet er leuk uit. Een kleine... Oh, Femke ziet het niet echt zitten, geloof ik. Een klein onbewoond eiland. Het kraakt hier en daar, maar... Ja, ja, lach. Hij drijft. Hij doet... Hij drijft af. Hij drijft af, dit eiland. Ja, dat kan je ook overkomen natuurlijk. En hoe komen we nou bij de bel? Vooruit, achteruit varen. Maar wat is dat goed? Als je die dingen bovenop ziet staan, denk je nou, dat blijft geen 5 seconden drijven. Kijk eens even hoe goed dat drijft. Ja, en dan moet je toch nog even naar de bel, hè?
Ja, Giel, dat moet je nog even weten. Ze moeten die bel halen, duurt even. Want je kan niet thuiskomen en zeggen dat je de bel niet gehaald hebt. Ja, daar gaat hij. Ja, gewoon staan. Goed zo. Gaat niet om de tijd. En kijk eens, ja, het is echt een eiland. Een eiland druk je niet weg natuurlijk. Hè. Ja, dit voertuig, dat is het IJs van Columbus. En mag ik jou even wat vragen? Wat ben je aan het doen? Wacht even, wat is dat? Ik haal wel even een ijsblok uit. Dan kan ik het even laten zien. Ja. Een ijsblok, zeg je? Ja, een ijsblok. Want? Ja, dat is glad. IJs is glad. Ja, ik vind het wel. Ja, dat vind ik ook. Maar, oh ja, zeker. Maar er ligt al groene zeep op de baan. Ach jee, we hebben nooit, hè? Misschien is het nog sneller. Nee, want jullie komen elk jaar met hetzelfde voertuig, maar iedere keer toch een verandering aan dat voertuig. Absoluut, ja. Ja, absoluut. En dit jaar is dat ijs. En dit jaar moet het ijs zijn, inderdaad. Je praat een beetje snel, zo met het gevoel van, het is ijs nu nog wel, maar laten we snel beginnen, anders is het geen ijs meer. Inderdaad, ik heb de kriebels. Ja, het is heel warm. Nou, oké, ijs eronder en ga klaarstaan. Veel succes. Dankjewel. Grappig, Bert, inderdaad. Elk jaar proberen mensen een paar extra glijelementen aan te brengen, maar ijs van René de Vries? Nou, je moet het ijs smelten als het heet is. Oh, dat is het hoor. Dat dacht ik. Het ijs van Columbus klaar. Ja. Hij komt uit Emmen en hoe hij die gekregen heeft, weet ik niet. Eens kijken of hij inderdaad goed glijdt. Ja, dat gaat lekker, dat gaat goed. Dat gaat mooi naar die bel toe. Oei, 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 oei. 6.52, goede tijd. Ja, de sprong was niet helemaal wat hij zou moeten zijn. Daar zit wat tijdverlies in. Maar het glijden op de baan over groene zeep. Nederland, weten we nog wat dat is? Ja, dat is heel lang geleden, hè? Maar dat glijdt lekker en dan dat ijs, dat water. Hier gaat hij even een klein beetje uit de koers. Dan moet hij een hele grote sprong maken. Heel een paar seconden, de tiende van seconde maar vooruit. Ja, daar moet je heen, dat klopt inderdaad. De vliegende Amelanders. Ik zie wat gespannen gezichten, jongens. We hebben toch geen vliegangst of... Kom op. Zonder spanning. Heel goed. Vliegende Amelanders, klaar. Hij is gebouwd op Ameland. In Holm. Bij Ulbe vissen. Oh, en hij doet het, wou ik zeggen. Want dat is het bekende systeem. Zag je dat? Hij wipt alleen maar omhoog. Wat een gek gezicht is dat. Kijk hier. Allemaal vol met... Hup, komt het spel omhoog. Dat is niet zo bedacht. Op de tekening zag het recht anders uit. Ja, hier naast me staat Evert van der Veer. Doet sinds 1986 mee. Je hebt 14 keer op diverse onderdelen gewonnen. En nou staat er ineens de laatste keer op je kar. Hoe kan dat nou, Evert? Ja, ik heb 20 jaar meegedaan. En ja, 20 jaar vind ik het genoeg. Ik heb een hele leuke tijd gehad hier. Ik heb hele leuke mensen ontmoet. En het houdt ook een keer op. Ja, maar waarom houdt het op? Onze oudste deelnemer is 76 jaar. Je kan nog jaren door, man. Ja, nee. Ik heb het hele leuke tijd gehad. En ligt het aan mij? Helemaal niet. Nee, ik heb hele leuke... Ligt het aan de mensen hierachter? Ik zou er een paar weten. Er zijn wel leuke medewerkers... Ligt het aan de regisseur? Ook niet, nee. Hoe kan ik je overhalen? Hoe kan ik je laten blijven? Dat lukt je niet. Dat lukt niet. Het is echt afgelopen. Vind ik wel heel jammer. Nou, ga je me zoenen nu? Wacht even. Omdat het 20 jaar lang al Evert is, je zo vaak gewonnen hebt, wil ik graag nog even met jou terugkijken naar de allereerste keer toppendansen. Weet je wanneer dat was? In de jaren 70, ook hier in Enkhuizen, volgens mij. Nee. Nee? Fout. Nee, het was in 1978 en het was wel aan het IJsselmeer, maar aan de andere kant. Harlingen, kijk maar even mee. De stad Harlingen, daar ga je toppendansen. Toppendansen is je heel bekend, want ze doen het hier al 3 jaar. En dit is voor het eerste jaar dat de Tros Televisie daarbij aanwezig is. De eerste kandidaat, toppendansen 1978. En die gaan er met een rotgang mooi. Hij blijft drijven. Nee, mis. Zonde. Die gaan er naar beneden. En die maken er nou. Kijk eens even. Prachtig. Wat een klap. En daar gaat bij de... Mooi. Mooi. Meteen om. Draai al die dingen, man. Gulp. Draai al die dingen. Hij gaat uit bal. En die heeft er een parachute aan hangen. Die remt af. Dat mag niet. Wat een gedoe. Ik word er dood nerveus van. Want trek al die bel. Wat een gedoe. Drukbellen misschien makkelijk. Nou, komt er nog wel van. Hé, wie zijn dat nou weer? Oh, dat is die show. De winnaars wil ik graag hebben. Dat zijn Simon Boertje en Dick Dolleman. En die komen heel uit Zuid-Beerland. Ja, leuk hè, om even terug te kijken. 20 jaar. Over 20 jaar, dan zien we misschien wel een filmpje met Evert bij Toppendansen in Enkhuizen. Dat zou heel leuk zijn. Ja, ik hoop gewoon dat ik vandaag win. Dat zou ook de 15e keer zijn.
Ik hoop ook. Laten we dit afspreken. Dit wordt de 15e keer dat je wint. Als het niet zo is, ben je er volgend jaar weer bij. Je kunt mij niet overhalen, Bert. Nee, nou kom dan af en toe nog even kijken. Kom ik zeker doen. Wens ik je nu heel veel succes. Dankjewel. Jammer hè, Evert van der Veer uit Dronten. Zijn laatste keer. Hij kan het wel. Ja, dames en heren, het is niet echt gebruikelijk, maar Evert doet voor de allerlaatste keer mee. Zullen we hem bij voorbaat alvast een applausje geven? Kom op, applaus! De allerlaatste keer. Evert, klaar? Dan gaan die eerste meters. Schuin naar beneden, dat is hij gewend. En nou moet hij skeren over dat water. Rechtuit naar die bel. Oh, wat jammer. De laatste keer haalt Evert de bel net niet. Ik weet niet of er zijwind is, maar ook deze constructie ging wat naar de linkerkant. Kijk, je ziet dat. Schouw die op het water komt, draait het spel de hele andere kant uit. En dan, ja, dan haal je het echt niet, hè. Je kan het proberen, maar toppendans is niet zo makkelijk, hoor. Als het lijkt. Al ziet dat er prachtig uit, Evert. Een waardig afscheid. De polderpioniers uit Lelystad. Bert, Dirk, Jan en Johan. Ze komen uit de polder, dus ze hebben ongetwijfeld droog geoefend. Als dat maar goed gaat. De bel, hè, jongens. De bel raken, daar gaat het om. Polderpioniers, klaar. Ook weer zo'n extra schantje waar dan iets uit moet komen. Dat is toch wel het gewilde ding bij toppendans. Duw hem af, jongens, duw hem af. Zeg je, wat is dat nou? Je duwt hem de plomp in. Werkt helemaal niet. Zie je, dat lijkt nou makkelijk, maar zo makkelijk is dat niet. Nou, we gaan naar de duikvereniging Leeuwarden. Nou, dat wordt onderduiken. Hallo, zijn we klaar, ja? Alles onder controle. Duikvereniging Leeuwarden, klaar. Karel en Gauke. En ook hier weer. Oh, wat een mooi geluid, hoorde je dat? Het kraakt aan alle kanten, zeg. Geweldig, prachtig voor het archief. Keurig opgenomen door het geluid. Kijk, hier gaat het. Oh, let maar even op. Is dat Gauke die erachterop zit? Oeh, heen dat gezien zeg. Die voelt dat er iets compleet fout gaat. Die denkt, waar is me nou overkomen? Wat heb ik nou weer gegeten? Weet je, zo'n gezicht. En nog omkijken ook. Ja, dat was het. Big Brother komt uit Westwoud, uit de buurt hier. Komt voor Noord-Holland. Ik weet niet wat het is. Is die baan te stijl? Is het water te nat? Is het weer te warm? Is de bel te hoog? Zet een tijd neer. Elke tijd is al goud. Big Brother, klaar? Ron Kooistra, zo, je zou zeggen, qua gewicht niks aan de hand. Maar of de verdeling klopt met één persoon, geen idee, Ron. Wat zou er fout zijn gegaan? Kijk, hij gaat gewoon naar beneden en denkt, wat overkomt mij? Niks, dacht hij. Ja, je wordt gewoon nat, maar dat was niet de bedoeling van het spel, hè? Je had de bel moeten halen, misschien dat zij het halen uit Otterlo. De Puma's van de Veluwe. Hé, wat leuk. Ik heb altijd al een Puma willen afschieten. Puma's van de Veluwe, klaar? Ja, ze hebben hem nooit gevonden, die Puma, op de Veluwe. En wat ziet dat er leuk uit met een hoop groen. Ja, ja, hij doet... Oh, wat jammer. Hij doet het goed. Kijk, let op, de touw blijft hangen. Er zit een drijver achter. Je kan het zien daar rechts in beeld. Wat is dat jammer, zeg. Hé, Henny Meijer zat er volgens mij op. En het bootje komt niet mee. Kijk hier, je kan nog zien in die herhaling. Dat touw blijft zitten, die drijver blijft hangen. En zo kom je nooit bij de bel. En dat is een leuke... Beestachtig goed, krimpen aan de IJssel van de kinderboerderij. Niet zo knorrig kijken, meneer. Het is leuk. Ja? Beestachtig goed. Klaar voor de slacht? Allemaal collega's. Rob met Jacqueline, Leontien en Els. Ja, dat gaat goed. Dat gaat gewoon, dat drijft goed. Het gaat niet dat je zegt, jongens, we zitten bij de snelle klasse. Niet van de snelle jongens, maar het maakt niet uit. Ik vind het heel knap gedaan. 12.05 is een goede tijd. En kijk eens hoe goed dat drijft. Die kunnen zo door naar de overkant, naar Harlingen. We kijken naar de overkant in Noordwolde, in Friesland. Daar zijn ze bezig te bouwen aan de Chameleon. En elke keer valt het op, ik zeg het vaak, wat wordt er professioneel en fanatiek gebouwd. Alsof het echt fabriekswerk is. De tijd van de zeepkist, een beetje bordkarton, is echt voorbij. Hier wordt ook heel professioneel gebouwd. Ik weet niet of al die fietsen en die kinderwagens gebruikt zijn die er op de achtergrond stonden, maar het zou wel eens wat kunnen worden. Ja, als kleine jongen heb ik ze allemaal gelezen. De boeken van de Chameleon. En ik ben dus apetrots dat ik eindelijk naast ze sta. Gerben. Nee, Hilke. Nee, jij, maar dat kan niet. Je hebt een snor. Oh ja, maar ja, Hilke wordt ouder, hè? Oh, dit is de oudere uitgave van Hilke. Ja, zoiets, ja. Oké, dan ben jij Gerben. Zitten. Nou, klopt het weer niet, zeg. Heb ik toch een hele... Dat is vaak zo, hè. Als je een boek leest, dan maak je hele andere plaatjes. Dan ben jij Gerben. Ik ben Gerben. Precies. En dan is dit veldwachter zwart. Klopt, inderdaad. Nou kijk, die heb ik dan in ieder geval goed. Waarom bent u erbij? Ik heb vandaag, sla ik eigenlijk twee vliegen in één klap. Ik mag en een tochtje met de Chameleon meemaken. En ik kan eventjes erop toezien dat de maximum vaarsnelheid niet wordt overschreden. Nee, want daar zijn de jongens goed in, hè? Dat veel te harde varen.
Qua jongens. Qua jongens. Nou, voorlopig gaan jullie eerst naar beneden een snelle tijd neerzetten. Veel succes. Stevige boot, de Kameleon. Met een redelijk volle bak. Het gezien is Theo en tweemaal André. Als je denkt aan de Kameleon, gaat er bij veel mensen wel een belletje rinkelen. Ik hoop bij jullie ook. Mannen, succes. Dankjewel. Kameleon, klaar. Overigens allemaal weer de zwemvesten aan, want ook in Enkhuizen hier hebben we wat open water. Dus voor de veiligheid. En wat gaat die goed? Wat gaat die mooi? Kijk jongens, 6.09. Ik denk dat ik heb nog even tijd om die dingen uit te leggen. Maar dat gaat helemaal niet. Wat ging die mooi snel, zeg. Nog even in de herhaling. Wat lukte dat goed, dat bootje wat eruit kwam. Je zou zeggen, dat is een eierdopje. Dat is eigenlijk veel te klein. Met nog een stukje stuur. Ongelooflijk, zeg. En een prachtige tijd voor de Kameleon. Ja, hier staan dan naast mij de zuipschuiten uit Enkhuizen. Zuipschuiten zijn meestal mannen, maar ik zie hier twee vrouwen en één heer staan. Ja, we heten officieel ook de verzuipschuit. Ah, dat is iets heel anders dan de associatie die ik had. Tussen haakjes ver. Ver. Maar dat past, past er niet meer op. Ik snap het. Nou, dan kan het aan mij liggen hoor, maar wanneer hebben jullie dit voertuig gemaakt? Terwijl jullie aan het werk waren? Tijdens dat de mannen het grote bouwwerk gemaakt hebben. Want dit is het prototype? Ja. En wat gaat er dan mee gebeuren? Die moeten we even testen. Oh, wacht eens even. Dus dit is om te testen en als het werkt... Dan gaan wij ook. Oké, okay, lijkt me duidelijk. Ik zou zeggen, zet hem even neer. Dan kan de test uitgevoerd gaan worden. Kijk uit dat je zelf niet meegaat. Ja, nou zou ik het niet helemaal een goede rit willen noemen. Dus gaan jullie het doorzetten met het grote voertuig of niet? Ja, we zijn beneden gekomen. Daar ging het om. Oh, daar ging het om. Oké, okay, dan wens ik jullie veel succes. Deborah, Michelle, Romano en Marco uit Enkhuizen. Die hebben gezopen, dat is duidelijk. Verzuipschuit klaar! Het zijn wel erg warme pakken die ze aan hebben met veel schuim. En eens kijk, ja, hij werkt. Hij werkt, hij doet het. Het gaat niet al te rap. Dat wordt weer bijsturen en bijpeddelen ze. Maar ik heb het gevoel, ja, inderdaad, je ziet niks hè, door dat pak heen. Je ziet haast niks. Nee, oh, joi. Dat was een hele moeilijke sprong van grote afstand naar de bel. Weer knap gedaan hoor. 14.51, niet van de snelste, maar hier kan je het dan misschien een beetje zien in de herhaling. Je ziet niks hier. Nee, je ziet helemaal niks. En wat een prachtige sprong is dat. Ah, is goed gedaan. We blijven in de buurt. We gaan naar de scouting Akersloot. Ook weer een volle bak. Jongens, hebben we nog geen jel? Dat hoort altijd bij de scouting, hè? We hebben geen jel. Dat gaat niet goed komen. Scouting Akersloot, klaar! Ja. Ziet er goed uit, weer met z'n allen gebouwd. En weer kijken, hoe is dat contact met het water? Gaat dat lekker snel? Dat gaat goed, dat gaat best snel. Ja! 6.33, wat een geweldige tijd. Oeh, het is niet de snelste tijd, maar ik denk als ik even snel reken de tweede tijd, even in herhaling kijken. Het gaat toch elke keer om het juiste moment dat die boot het water raakt en snelheid krijgt om door te scheren over het water naar de bel. Even kijken in dat tussenklassement. Waar staan ze? Aan de leiding Kameleon met 6.09. Hier kijkt Scouting Akersloot op de tweede plaats. En de derde plaats ook maar kort erachter. Het IJs van Columbus. Goeie snelle tijden in Enkhuizen. Het bruidspaar Bolscher. Ja, ja. Christel en Remco. Remco en Christel, kunnen jullie nog één keer even het ja-woord geven? Ja. Ja. Het bruidspaar klaar! Ze zijn al enige tijd getrouwd, in maart zijn ze getrouwd. Dus ja, dat heeft toch iets van, we zijn wel wat gewend, maar wat nog niet. Hier, kijk je, hoor je hem? En nu zegt ze, ja, dat huwelijk heeft toch wel een hoop veranderd in die eerste maanden. Ze is al een beetje afhankelijk geworden. En in alle rust gaan ze naar de bel. In een nou, leuke bruidstijd, 6.87. En ze hebben recht op het cadeau van de vrienden, hè? Daar gaat het om, natuurlijk altijd. Mooi gedaan, dit vind ik ook een hele mooie. Grote trommel, weet je wel. Van zo'n drumband uit Hilsum. Nou, ze hebben in ieder geval in Enkhuis heel wat mensen op getrommeld hier. Drumband Hilsum. Zijn jullie klaar, jongens? Ja! Eens kijken of dat goed gaat. Ik vind dat zo mooi gebouwd. Kijk, hij gaat een beetje scheef. Daar moet wat uitkomen. Oh, keurig in pak, zeg. Prachtig gedaan. Oh, hij moet een verre sprong maken naar de bel. Maar 9.21 vind ik erg goed. Jammer dat die boot een beetje inhield daar, hè. Nou, dat is nog niet zo makkelijk, hoor. Dat scheren over dat water heen. Erg mooi en erg origineel gedaan. Oh, dat vind ik mooi. Ja, ik hou van modelbouw, dus ja, de Zwarte Zee, dat was een beroemde, hè? Vader en zoon, alle twee schipper. Dat kleine stukje moet dan wel lukken, toch, denk ik? Dat is de kapitein, hè? Oké. Okay. Zwarte Zee, klaar! Ja, maar vader is wel nerveus. Kasper zit daar links.
Hij is nog nooit mee geweest naar beneden en nu doet hij het wel. Wat doet hij? Overhangen? Wat gaan we nou krijgen, zeg? Wat jammer, ik had zo graag die Zwarte Zee zien drijven. Ja, alle deelnemers hebben hun eigen naam. Dit zijn de Pilspiraten. Hoe komen jullie aan die naam? Ja, goede vraag. Ja, we moesten een keer een naam verzinnen, want we wilden meedoen met de carnavalsoptichting Zwaag. Ja, de meeste namen gaan toch wel met bier en dat soort dingen. Dus... Ach, dat had ik nou helemaal niet verwacht, zeg, dat de uitleg zou zijn. Laten we het over jullie voertuig hebben. Allemaal sprookjes. Ja, dat klopt. Wij dachten de link te gaan leggen met Enkhuizen 650 jaar en een bekend sprookjespark hier in Enkhuizen. En zodoende hebben we de slogan Enkhuizen 650 jaar, mooier als alle sprookjes bij elkaar bedacht. We hebben de geest uit de fles, de zeven mijlslaarzen, Baron van Moenshuizen, Roodkapje, Hans en Grietjes heks en ik als prinses. Oh, jij bent de prinses. Oh nee, de rest herkende ik wel. Bij jou was ik even de weg kwijt. Ja, het ziet er fantastisch uit. Maar helemaal origineel is het natuurlijk niet. Want in de loop der jaren bij Te Land, Te Zee en in de Lucht hebben we heel veel deelnemers gehad die hun voertuig gebaseerd hadden op een sprookje. Kijk er nog maar even mee. Het kasteel uiteraard van Te Land, de zeerover van Ter Zee en je raadt het al, de wolkjes voor in de lucht. Halen zij die 40 centimeter met gemak, want ze gaan er zelfs in gewoon. Ik denk dat een badmeester, ja natuurlijk, gelijk de water zegt. Hè? Wij allemaal genept denken dat die ver komt, maar Neptunus hoort de water. Gisteren werd dus door Sneeuwwitje en de zeven dwergen. En kijk eens even, jongen, is dit mooi zeg. Harry is scholier en heeft zoals voertuig een draak gemaakt. Maar voorlopig gaan ze het proberen met z'n drieën en kan dit nooit lukken. Nee, dat lukt inderdaad niet. Maar dat gaat geweldig. Ik word volkomen verrast hier door het vliegende tapijt. Wat een mooie tijd. Aan Aladdin en de Wonderlamp gaan voor 7500, dat lukt niet. Maar het ziet er heel erg mooi uit. En uiteindelijk, in een tijd van 6,5 uur, schittert aan de andere kant gekomen. En het gaat maar door. Prachtig mooi. Prachtig mooi. Ja, nou ja, je ziet het. Het idee is niet origineel, maar de uitvoering wel, Giel. Hè, want de uitvoering is perfect bijna, zou ik willen zeggen. Ja, kijk, tijdens het bouwen hebben ze niet gezopen in ieder geval. Want het ziet er echt heel strak uit. Ja, carnavalsverenigingen, hè, die kunnen dat. Oh ja, precies, ja. Ja. Want hoe lang doe je hier nou over? Nou, we zijn 14 jaar begonnen met het bouwen van... 14 dagen? Nee, 14 jaar terug zijn we... Oh, 14 jaar. Ze zijn 14 jaar geleden begonnen, ja. Het bouwen van carnavalswagens. En daar doen we dan 3 maanden over. Maar deze die is na een kleine 2 weken gebouwd. Snel. Ervaring. En een hele hoop lieve vrienden. Ja, die liggen daar in het water, hè, geloof ik. Ja, ik vind het wel wat. Ik hoop dat ze ook zo snel naar beneden gaan, maar ja... Dat wij de bel halen wordt ook een sprookje, dat weten we. Oké, nou daar gaan we dan nu naar kijken. Succes jongens. Rob van Loon en Maarten Bennis uit Horen als Pilspiraten. Ik gun jullie een happy end jongens. Pilspiraten klaar. Hij ziet er vreselijk mooi uit hoor, deze prachtige grote boot. Oh, te vroeg zag je, te vroeg. Hoe kun je? Hij vond het zo lekker. Hij ging er gewoon te vroeg af, let op. Veel te vroeg, joh. Oh, jammer. Het was wel heel klein, hoor. Dat was gewoon een ijslollystokje, leek het wel, waar hij op zat. Hier hebben we onze bijzondere deelnemer. Hij heeft altijd iets bijzonders. Ja, klopt. Peter, oftewel Spike City Marshall. Mag ik al schieten, ja? Ja, oké. Okay. Wil je helemaal opzetten, hè? Oké. Gewoon schieten, inderdaad, Giel. Maar het duurt altijd even bij Peter van der Sluis uit Spijk en Nissen. Ja, een tweede schot maakt hem ook niet uit, want de tijd doet toch niet te veel. Die sigaar weg, Peter. Die sigaar zit in de weg. Ja, nou, dat lijkt me ook niet prettig. Misschien brandde die niet, geen idee. Nou, eens even kijken. Een rubberboot, dat zou je zeggen, dat moet toch lekker naar beneden gaan. Oh, ja. Peter is slim, want zo'n ding slaat niet zo makkelijk om. Dat heeft hij altijd goed bekeken. Nou, doe nog maar een schot, Giel, maakt niet uit. Even kijken, kijk, toch kijkt hij altijd zo ontzettend benard naar die bel. Ja, en fanatiek. Ja, daar gaat hij. Peter van der Sluis. Als sheriff. Ik weet niet wat voor kwaliteit pedals die heeft, maar de handen zijn beter. En het is echt een man van doe thuis even een kop koffie. Ja, zo ging dat. Ja, die sigaar zat echt in de weg, hè? Ja, we hebben eigenlijk een beetje een dierenuitzending, zou je kunnen zeggen. Hè? Want we hebben de Puma van de Veluwe al gehad. En jullie gaan ook iets bijzonders doen, hè, Evert? Ja, we gaan diervriendelijk konijn schieten vandaag. Diervriendelijk konijn schieten. Lijkt me een hele kunst. Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, je kan het met kogels doen en zonder. En wij doen het vandaag zonder. Dat heb ik ook met mijn vriend hier gedaan. Het is gewoon een kwestie van africhten. En dat doen we ook met dat afschieten zometeen. Dan zeg ik gewoon dood. En dan valt ze gewoon dood neer. Blijft ze helemaal stilstaan totdat ze aan de bel komt. En dan kopt ze hem gewoon in. Ja, ja. Dus het is gewoon jagen. Maar zonder dat het ten koste gaat van de dieren. Nee, het gaat helemaal niet ten koste van de dieren. Want het is een poesje. Dus een heel lief poesje hebben we bij. Een poeskonijn. Dus daar zijn we heel poeskonijn. Dat is een bijzonder diersoort. Die kende ik nog niet. Waar komt die vandaan? Geen idee. Uit Konijnenland, denk ik. Uit Konijnenland. Ja. Ja, het gaat weer nergens over. Ja, nee, wat zeg je? Het gaat weer nergens over. Het gaat nergens over. Over dat afschieten. Oh, nee, ik denk, ik besta hier een bloedserieus interview met je te doen, Evert. En dan zeg jij ineens, het gaat nergens over. Dat vind ik een beetje jammer. Nee, we willen juist op een positieve bijdrage aan de kringloop van het leven. Ja. Nou, voordat het helemaal stichtelijk wordt, stel ik voor dat jullie op je voertuig gaan zitten. En dat wij gaan kijken hoe dat in zijn werk gaat. Dat konijn, nee, dat diervriendelijke konijn schieten. Dank u wel. Alsjeblieft. Mooie kreet van Evert Graaf. Samen met Mohamed Slimani en Marcia Wittenburg. Zal ik het konijn maar gelijk afschieten? Zijn jullie klaar? Yes. Ik vind het knap. Marcia daarvoor op. Die zal gaan bellen. En nou moet eerst die boot een duik. Ja, ging geweldig, zeg je dat? 6.72. Wat prachtig gedaan, Marcia. Ik zat eigenlijk geconcentreerd te kijken of die boot wel wegkwam. Mohamed heb ik best naar zijn zin. Nou, corrigeer. Was goed gedaan. Wat doet Scintilla? Dat had een soldeerbout moeten voorstellen. Ik hoop dat de vlucht wat makkelijker is dan de naam. In ieder geval gemaakt in de kroeg. Stelt verder niks voor, maar ik hoop dat de tijd wat voorstelt. Zijn jullie klaar, jongens? Ja. Zijn studenten, Giel. Van de elektrotechnische studentenvereniging. Kraakt weer aan alle kanten. Geweldig. Voor een student een prachtig optreden, hoor. Jongen. Kijk, je kunt het even zien in de herhaling van meestelijke geluiden. Ik vind ze traag ook nog veel mooier eigenlijk, hè. Heerlijk genieten, ja. Dan krijg je dat oergeluid. Dan gaan we weer terug naar het begin. Hier zijn de kleiduikers. Op leiding van Peter van Ginkel. Peter. Zeker. Dank je wel. Speciaal voor de gelegenheid heeft hij zwemles genomen. Daar zou Johan Flemmings een voorbeeld aan kunnen nemen. Carnavalsvereniging De Kleiduikers. Ben je klaar, Peter? Zeker. Ja, en net vader geworden. En dan gaat hij... Oeh, dat wordt heel listig. Liggend op zo'n half ding. Oh, nee. Dat is het moeizame, zware buikschuifwerk. Dat gaat niet echt makkelijk, Peter. Nee. Dat haal je niet. Zo'n halve surfplank, dat ligt niet echt makkelijk. Even kijken de papieren weer door. We gaan naar de prutsers uit Pennekom. Jullie zien hem goed hangen, hè, de bel. Daar hangt hij. Vorig jaar misten ze hem namelijk. Ik hoop dat ze hun naam niet waarmaken. De prutsers klaar? Ja, gek is dat, hè, dat je hem ineens kan missen. Nou, ze zouden wel eens een goede tijd kunnen maken, maar het gaat wat traag naar beneden. En dan glijdt hij over dat water. Hij springt over het water, maar dit was weer het luciferdoosje wat het niet echt kon halen. Wat jammer is dat, hè? Hier in de herhaling zie je dat. Het springt mooi, maar het komt niet ver genoeg. Daar staan ze dan, de prutsers. Met het opperhoofdprutser de sheriff. Tenminste, dat staat hier. Ja, staat er wel, ja. Lustrum, hè? 5 jaar? 5e jaar. Poging om echt weer te winnen. Ja, maar dan moeten we toch even over dat lustrum hebben. We hebben hiervoor een team gezien, die heette ook de prutsers. Dat kan dan toch eigenlijk niet? Ja, kijk, als je zo goed bent, dan wordt je naam afgepakt. En die jongens, die hebben gewoon geprobeerd om ons voor te zijn. Ja, nou is het niet helemaal gelukt. Te water, hè? Te water, ja. Want dat gaan jullie anders doen natuurlijk. Wij rammen die paal gewoon weg, maar pak even die bel. Hallo? Maar laat die paal even staan, zeg. Anders moeten wij weer een hele nieuwe paal neer gaan zetten. Helpen wij jullie mee. Oké, afgesproken. Wordt dus een supersnelle tijd. En laat de paal staan. Succes, jongens. De echte prutsers uit Os. Mark, Robin, Kevin en Antoine. Zijn de one and only de echte prutsers klaar? Hallo? Ja? Kans erop! Dat geweldige enthousiasme. En wat gaan we dan maken hier, jongens? Oh, wat doet hij goed, mooi! 5.63. Oh. Laat je onze cameraman wel heel. Hij maakt het shot van zijn leven, maar... dat was me toch schrikken, zeg. Maar die mannen zijn ook zo gebiologeerd op de bel, hè. Want daar gaat het om. Om een prachtige tijd te maken. Kijk eens even, zeg. Nooit vertoond. Maar hij was ook erg dicht bij de bel, hoor, onze cameraman. Was een mooi shot. Zie je? Mannen kunnen tegen stootje, gaat weer erg goed. Laten we eens kijken naar het tussenklassement, want er staan ze hoor, bovenaan. De prutsers 5.63 voor de Kameleon en Scouting Akersloot. Enkhuizen ligt in het noorden van de Randstad en wordt door de Houtripdijk verbonden met Lelystad. In deze dijk bevindt zich een groot sluizencomplex en een uniek naviduct. Dat ervoor zorgt dat auto- en scheepvaartverkeer elkaar ongehinderd kunnen passeren.
In de haven waar vroeger de VOC-schepen aanmeerden, is het tegenwoordig een druk komen en gaan van recreatievaartuigen. Stond Enkhuizen vroeger bekend als Haringstad? Tegenwoordig vervoert de bruine vloot meer toeristen dan vis. Enkhuizen telt twee bijzondere 17e-eeuwse hemoniekaroljons. In de toren van de Zuiderkerk hangt een karoljon van 52 klokken... en vanuit de dromedaris strooien 39 klokken... onder de muzikale handen van de stadsbejaardier Frits Reinaert... wekelijks hun vrolijke klanken over de stad. Het heden en verleden van het bekendste Enkhuizen boekje... wordt uit de doeken gedaan in het Almanak Museum. Niet de vis, maar de zaadbedrijven uit deze gemeente zijn toonaangevend in de wereld. In de kassen en proeftuinen is men dagelijks bezig met het kweken van de perfecte paprika's, komkommer, tomaat en andere groenten. In Enkhuizen even nog terugkijken wat er was. Maar dit wordt ook mooi. Kijk eens even. Het gekrek en die vegelsmentje. Het is niet makkelijk, maar oké. Zijn jullie klaar? Ja! Groepje werk bij de drogist. In Veghel. Nou, dat ziet leuk verpakt. Zie ik daar al een lipstickje. Wat een staafje. Dat is leuk gedaan hoor. Echt. Het gaat niet echt. Deze gaat erg rap. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Mooi om naar te kijken. Nou, terwijl zij nog proberen de bel te halen, gaan we al naar Dennis Otter en Vincent van der Wallen. Vincent doet al jaren mee, normaal gesproken in zijn eentje, maar nu zijn ze met z'n tweeën. Dus ik hoop dat de krachten gebundeld worden. Zijn jullie klaar? Dat doen ze wel vaker. Dan zit Dennis voor en Vincent geeft dan de set. Op het juiste moment moet die auto te water komen. Te vroeg, te vroeg. Ja, het is techniek, hè. Kijk, hier roep je al, komen, weet je al. Douwen. En dan net even te hoog. Komt hij te water, hè? Ah, jammer. Hebben de deurdouwers, dat zijn carnavalsjongens uit Maden. Ik hoop trouwens, jongens, dat jullie iets sneller gaan dan een normale schildpad. We hebben goede hoop, hè? Carnavalsvereniging de deurdouwers, zijn jullie klaar? Ja hoor! Ja, jij zegt het nou, is dat nou een schildpad? Ja. Het is meer een buikligger, ja, heel apart. Ziet er wel mooi uit, moet ik altijd zeggen. Ja, de bel is ver weg. Maakt niet uit, een stuk buitenland voor ze, maar het is mooi om naar te kijken. We gaan weer naar een home video van MLC uit Haarlem. Midlife crisis betekent dat. Mannen van tussen de 40 en de 50 die nog eens even mee willen doen, weet je wel? Nou, die zullen dat gaan bewijzen. Ze bouwen geweldig. Hebben een hele bijzondere tekening ingeleverd. Zijn professioneel bezig, ja. Echte vrije tijdszagen. Maar dan komt het grote moment. Niet meer lachen, maar wat gaan we doen hier in Enkhuizen? En dan ziet het er zo uit. Met een stuur. Het moment is echt daar. Dit is MLC. Ik heb me laten vertellen dat het staat voor Midlife Crisis. Ik dacht dat het TLC was. Normaal gesproken koop je dan een hele hippe sportauto. Of je doet mee aan ter land, ter zee en in de lucht. MLC, jongens, zijn jullie klaar? Ja, we zijn er klaar voor. Gaan ze wel een sportstuurtje, Giel. En daar gaan ze. De Midlife, jongens, hij doet het. Dat wil zeggen, tot het midden. Daar heb je hem weer, hè? Half koers, Midlife. Kijk, tot hier gaat hij lekker. En vanaf dat moment moet je verder gaan denken wat je volgend jaar bij elkaar zaagt. Maar hij zag er zeer mooi en zeer professioneel uit. De Kraatsmobiel uit Bennekom. Oké, jongens, de laatste mogelijkheid om ze aan te moedigen. Hè? Kom op. Gaat het lukken, denk jullie? Oké, de Kraatsmobiel klaar. De Kraats is een gebied vlakbij Bennekom. Jonathan en Wilbert, 15 jaar allebei. Hebben een prachtige tractor gemaakt. Er komt een prima boot uit. Ja, ja, dat doet hij heel erg goed. Helaas remt hij iets te vroeg voor de bel, maar hij doet het. Ze hebben erover gedacht, waren heel benieuwd of het zou werken, maar hij doet het, jongens, rustig aan. Midden in het klassement, 14 seconden ruim. En goed gedaan, zonder meer. De baan is weer lekker glad. Regelmatig gaat er weer nieuwe groene zeep overheen. Dit zijn de zippers uit Zoetermeer. Daar heb je de zippers, zippers, zippers. Het heeft niks te maken met ritsen of zo. Het staat voor zinvullen, invulling van Pinksterweekenden. Ja, dat was het. Zuipen, precies. Er zijn de zippers klaar? Ja! Een kapper, een kastelein, een ambtenaar en een worstmaker met z'n vieren. In vol bedrijf. Het is te veel, het is te veel. Maar de boot, die blijft wel drijven. Nou, zij ook wel hoor, zo te zien. Oeh, kijk naar die koppen, kijk naar die koppen. Dat hadden ze niet gedacht. Die hebben heel anders gedroomd thuis. Ja. Uibeltje, snuibeltje. Uit Enkhuizen, thuiswedstrijd. Uibeltje, snuibeltje. Klaar?
hebben al eerder iets moois afgeleverd. Dat is een prijs gewonnen, maar hier gaat het toch eigenlijk een beetje verkeerd. Hij gaat de verkeerde kant uit. Komt hij nog goed in de koers? Oh, nee. Weet je, dat is die gretigheid. Ze springen dan uit die boot en willen toch dan maar proberen dan met een sprong die bel te halen. En dat haal je niet. Je ziet het elk jaar weer gebeuren. Dat is jammer. Hij ging gewoon te traag, die boot. De Rhinon boys komen uit Berchem, Friesland. 5.63, boys. Dat is de te kloppen tijd. Joehoe, joehoe. De Rhinon boys, klaar? Lijkt me benauwd zitten daar binnenin. Is dat een brandweerwagen? Zo te zien wel. Oh, dat is mooi wat eruit komt. Ja, dat geheime wapen. Met helaas toch een beetje te veel remkracht. Wat is jammer. Ja, dat is jammer. Nu krijgen we dat rustige varen naar de bel. Ondertussen kan Giel natuurlijk even kijken hoe het gaat. Ja, we praten daar niet zoveel over. Maar Giel gaat straks aan het eind van het programma zelf naar beneden. Naar die bel. Dat is Johan Flemmings, dat wordt nog wat. Nou, eerst maar eens even kijken. Henry Klaassen. Oh, die is goed. Uit Loenen. Nou, wat een constructie zeg. Als ik mee zou doen, dan zou ik het er in zo eentje doen, hoor. Hey. Henri, vergeet dit keer de bel niet, hè. Snel is hij wel, de toppers klaar. Hij kan dat. Vorig jaar miste hij die net de bel, maar hij heeft een hele snelle boot. Kijk eens even, hoe snel hij aan die bel gaat. Oh, jongens, 5.65. Daar kan ik erg enthousiast van worden altijd. Het is 200ste minder. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Maar wat een prachtige coördinatie. Wat een tempo, wat een snelheid van Henry Klaas. Ja, goedemiddag. Mag ik twee ijs, alstublieft? Ja, dat kan. Dus we hebben de laatste twee nog. We hebben een lange rit gehad hier naartoe. En onderweg is al het ijs verkocht. En we hadden nog twee voor jullie. Het ziet er mooi uit. Ja, dat dachten wij ook, hè. Daar heb ik verder niet zoveel over te zeggen. Dat doet Giel dan weer. Ja, de jury is onkoopbaar. Dus dit doen jullie goed. En we stellen best hoge eisen. En dit Italiaanse ijzerpakket, dat ziet er echt fantastisch uit. Echt mijn complimenten. Nou, die complimenten heb je in ieder geval in je zak. Maar de tijd, hè. 5.63 honderdste. Dat is de snelste tijd op dit moment. Wat moet je ermee? We komen in de buurt. Ja, dat weet ik niet. Misschien dat we in de buurt komen. Ja? Is het een snelle ijskar? Het zal moeilijk worden, maar we proberen het wel. Oké, het ziet er in ieder geval mooi uit. Ik wens jullie veel succes. De mannen komen uit Schaik, Gerben, Pim en Patrick. Horen bij de carnavalsvereniging Het Lupt. Ik vrees voor een waterijsbelet. Maar we gaan het zien. Vliegende Hollanders klaar? Dat is toch benauwd zitten, zeg, in dat ijskar. Je ziet dat? Die twee kopjes net erbovenuit. Oeh, wat een prachtige landing was dat. Totaal niet bedacht. Het was ook niet zo bedoeld. Kijk naar die wildheid. Ja, ja. Alsof er een wesp in die boot zit. Kijk eens even. Wegwezen met die hap. Ja, zo kom je nooit bij de bel natuurlijk. Het is meer een optreden. Ja, wat zonde, joh. En de week over gedaan. Ja, dan drijft er altijd eentje weg. Hè? Dat zul je zien. Dit is Marco. Marco Barik. Die altijd voor een snel nummer weet te zorgen. Marco is wel een van de meest heftige. Dat is echt zo'n wekker die met alles meedoet. En Appie zit achterin. Jongens, jullie klaar? En ga! Ja, en die moet hem op het juiste moment afduwen. Want het is ook weer een stuk coördinatie. Appie drukt hem af en dan gaat hij. Let op de tijd. 5.29. Geweldig. Marco Barik. Hij doet het toch elke keer weer. Hoor je die in de herhaling die kreet van hem. Nu moet het gebeuren. Hij weet exact wanneer die moet worden afgeschoten als het ware. Om zo snel mogelijk over het water te komen. Prachtig, hè? Toppendans is ook heel technisch eigenlijk. Even bijkomen. We gaan naar de wasjes uit Uden. Christel en Björn Bassenberg. Nou, jullie hebben het goede voorbeeld net gezien. Zo snel moet het dus, hè? De wasjes klaar. Het is toch uiterst benauwd zitten daarvoor. Wel een lekker stoeltje, maar blijft dat drijven? Ja, het blijft drijven. Oh, wat mooi. Ja, is niet snel, maar ik vind het heel goed gedaan. Prachtig, hoor. Beetje windje mee, Christel. Goeie zaak. En een mooie tijd, 11.65. We gaan weer eens kijken wat er allemaal gebeurt. Het is leuk. Dat komt uit Dieven. Het melkbusteam. Ja, dat zijn van die karbietschieters, van die jongens die van dat melkbus schieten doen. Dat mag eigenlijk niet, is verboden. Maar dan komt er met karbiet en dan klapt zo'n hele deksel van die melkbus af. Dat is grandioos om mee te maken. En ze gaan het ook nabouwen om hier in Enkhuizen op de baan te verschijnen. Dat is groot. En ik heb het gevoel dat het er heel mooi uit gaat zien. Ja, want hier staan ze dan. Oh, dat is een hele grote melkbus. Mooi gebouwd. Nou, ik ben benieuwd wat er gebeurt als ik deze melkbus afschiet. Of het ook een bommetje wordt of niet. Let op die een in het rode pakje. Stichting Gebruik Melkbusteam, klaar? Martijn, André, Johan en Eduard. En die voorste moet dan... Ja, zie je, met die dop van die melkbus. Wat leuk, wat origineel. Wat zag dat er mooi uit. Wat jammer dat die... Ja, hij draait zich om, hè.
Hij keert zijn kont naar de bel. Dat is natuurlijk niet helemaal... Bij de hippische sport heet dat een weigering eigenlijk, hè? Maar goed, dat is hier dan anders. Ja, vooruit, toch nog een tijd. 1791, origineel en mooi gemaakt, hè? Jongen, de boefjes komen uit Winkel. Uit de buurt hier. Ik hou de boeven onder schot. Zijn ze snel genoeg om mij te ontwijken? Zijn jullie klaar? Hebben allemaal te maken met dat corso in Winkel. En zijn hier aanwezig met een prachtige praalwagen. Dat wil zeggen, daar zat weer ergens een camera tussen. Die vol een bak geraakt werd. Ik weet niet precies wat er nou gebeurde. Maar, ja. Kijk hier, oh zeg, dat bootje dat schiet omhoog. Jongen. Kijk, daar hangt de camera. Aan de kraan daar. Jongen. 4,97ste, dat was jullie tijd vorig jaar en daar heb je mee gewonnen. Vandaag is het Marco Baring met 5,29ste. Dus ik zou zeggen, ja, wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, je zou zeggen kattenbakkie, hè? Ja, precies, dat wou ik ook zeggen. Kon er even niet opkomen. Heel goed, zo denken wij er ook over. Ja, zelfverzekerd, helemaal niks aan de hand. Moeten jullie nog wel naar beneden, vraag ik me af. Ja, dat komt zeker wel naar beneden. Ja, je komt wel naar beneden, maar is het nog nodig? Kunnen we niet gewoon zeggen van, klaar? Nee, ik vind het prima. Geef de beker maar. Ja, nee, kan niet, hè. Dat mag niet. Jullie zijn de laatste van vandaag. Dus de enige mogelijkheid nog om Marco Baring te breken, niet dat ik dat zo graag wil, maar het maakt het wel spannend. Zet hem op, jongens. Ze zijn er vaak bij de sokkers uit Boksmeer. Leuk team, enthousiast team, ook vaak goede tijd. Nou, dat is voor de laatste keer dat ik even kan spieken voordat ik met Jan Flemmix erin ga. Dus ik zal goed op jullie letten. Gaan ze de snelste tijd verbreken? Sokkers klaar? Ja! Kijk. Oei, er staat een klein beetje de vertraging bij het begin. Dan komt die boot te water. Nee, het zit er niet in, jongens. Maar ik denk ook dat die man daar, die stond te ver voorover. Je kan dat hier zien, dan gaat hij al voorover staan. Dat moet je niet doen, joh. Gaat niet. Ja, wie er met de snelheidsprijs naar huis gaat, dat weten we wel. Maar wie gaat er met de originaliteitsprijs vandoor? Ja, daar moet over vergaderd worden door de jury. Kan even duren. Dus misschien moeten wij ondertussen even wat anders doen. Bijvoorbeeld even kijken naar een aantal spectaculaire momenten van vandaag. Ah, zo vlak achter elkaar ziet dat er prachtig uit, hè? Want toppendansen is een hele mooie klassieker. Al heel, heel veel jaren erbij. En elk jaar, ik zeg het maar steeds, wat worden er weer mooie nieuwe dingen gebouwd. Kijk, en toch is het niet zo makkelijk als het op papier allemaal lijkt. Want het leukste is altijd als er zo'n luciferdoosje naar buiten komt en het lukt of het lukt niet. Ja, deze haalde de bel net niet en hij haalde de bel wel. Henri Klaassen en Marco Baring, twee sterke verdetten bij het toppendansen. Ja, de jury is eruit. De genomineerden staan op het podium. Giel, dan aan jou de eer om te vertellen wie dat zijn. Echt waar. Ja, oké. Eerste genomineerde. De EAB'tjes met de Enkhuizer Koepoort. Ja, en wie zijn de tweede kanshebbers? De tweede. Ja, die was heel mooi ook. De Pilspiraten met hun sprookjestobben. En de derde genomineerde is de Vliegende Hollanders met de ijskar. Ja, als je genomineerd bent, dan ben je altijd een heel end. Maar ja, er moeten er toch twee afvallen. Kan maar één overblijven. Wie worden dat? Wil je dat ik de afvallers noem? Nee, toch? Zal ik gewoon de winnaar noemen? Hij is misschien wel het sympathiekste. Schiet ook het meest op ook, hè. De winnaar van de originaliteitsprijs van deze toppendansen. Dat zijn de EAB'tjes. Ja! Gefeliciteerd. Originaliteitsprijs. Ja, dus zo te horen zijn ze er behoorlijk blij mee. Dat kan ik me voorstellen. En ja, meneer Flemmix, dan moet u het gaan vertellen. Wie heeft de snelste tijd neergezet? Ja, nu nog wel. Wij zijn daar sneller. Dus ja. Oh, wacht even. Wat bedoel je? Omdat wij zometeen ook mee gaan doen, Giel en ik. En... Ja, maar jullie doen buiten mededingen mee, hè? Helaas, anders had ik hem mee naar huis kunnen nemen. Of nee, dat had Giel hem gekregen. Ik vind dat jij behoorlijk praatjes hebt. Jij denkt echt dat je sneller bent dan de snelste tijd van vandaag? Ja, natuurlijk. Dat denk jij ook, Giel? Ja. Nou, daar wil ik zo wel
Ja, daar wil ik wel een weddenschapje op maken. Ja, dat doen we zo dadelijk. Eerst, wie is er vandaag de snelste? De snelste tijd is vandaag gemaakt door Marco Baring met zijn collega in 5 seconden 29 honderdste. En daar mag je best trots op zijn. Nog eens even kijken naar die race van Marco Baring. Appie op het juiste moment geeft de zet en daar gaat hij in een waanzinnig snelle tijd. Ja, terwijl Johan en Giel zich klaarmaken voor de snelste tijd ooit gemaakt bij het toppendansen, gaan wij even kijken naar wie er vandoor gaat met de pechprijs en de lokale prijs. Dit waren de pechvogels vandaag, de Lapswansen uit Enkhuizen. En kijk, het ging zo goed, hè? En zij haalden net de bel niet, wat is jammer. De Zuipschuiten, dat zijn de lokale winnaars. Michelle, Deborah, Romano en Marco. Zij pakken dus de lokale prijs. Ja, u heeft het net gehoord. Ik heb een weddenschap met Johan Flemmings om €5 dat hij onder 5,29 honderdste komt. Als ik zo die kleding zie, vraag me wel af, heb je €5 bij je? Ja, nog wel 10 volgens mij, hoor. Ik hoop niet dat ze in deze zak zitten, want dan heb ik straks een nat briefje. Oh, een nat vijfje is ook wel lekker. Ja, het is mooi met jou. Het wordt niks. Ik hoor het al. En als het wat wordt, dan is het te danken aan Giel, denk ik. Ik wens jullie heel veel succes met z'n tweeën. Ik denk ook dat jullie dat hard nodig hebben. Waar is je geld, Johan? Daar loop ik er vast naartoe. Giel en Johan, zijn jullie er helemaal klaar voor? Klaar voor de start? Op de constructie van Henry Klaassen gaat Giel Beelen daar voorop naar beneden. Hij krijgt de zet. Hij doet het goed, Giel. Geweldig. Ja, 5,58. Hey. Ja, dat is een tijd van 5,58 honderdste. Dus de tweede tijd. U begrijpt het al. Ik moet even die €5 bij Johan gaan halen. En dat moet ik gelijk doen, anders krijg ik ze nooit. We zijn ook aan het einde van het programma, dus dat komt mooi uit. Maar volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Tot dan. Het leukste en beste op tros.nl.